Het parlement heeft gisteren de behandeling van de Milieuraamwet voortgezet. De wet heeft als doel een strategie te ontwikkelen die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieubescherming. Aan de ontwerpwet hebben zowel nationale als internationale milieuorganisaties een bijdrage geleverd. Riyad Noor Mohammed, lid van de commissie van rapporteurs, vroeg aan de regering om de wet serieus te nemen. Hij zegt dat er al zoveel acties zijn ondernomen om het milieu in Suriname te beschermen, maar het lijkt alsof juist het omgekeerde gebeurt. Als voorbeeld haalde hij het binnenland aan, waar het milieu zwaar wordt verontreinigd door de mijnbouwindustrie en de houtkap. Voorzitter, ik heb die aanvullende wijzigingen gelezen. En één ding wat mij opvalt is dus, er zijn veel wijzigingen doorgevoerd, met heel veel ben ik eens. Maar één ding dat mij opvalt is dus dat Natuurbeheerinstituut in deze wet wordt gezet. En voorzitter, ik denk niet dat dat correct is. Ik zou dat gescheiden houden, omdat de organisatie van dat Natuurbeheerinstituut had een aantal paragrafen en die zijn allemaal niet overgenomen in deze wet. Dus er zijn één of twee artikelen overgenomen uit het voorstel van die natuur, zeg maar, wetgeving. Ik zou liever zeggen, laten we morgen die natuurwet op tafel zetten ook. Dan is die compleet, et cetera. Maar nu is één artikel, bijvoorbeeld artikel 8c, is in grote lijnen eruit overgenomen, maar de andere artikelen, zoals de werkwijze, de middelen, de boekjaar, de taken en zo, die zijn niet overgenomen, als ik mij niet vergis hoor. Ik heb snel gebladerd. Naomi Samidin stond stil bij de lange voorbereiding van de wet. Ze benadrukte dat de regering nauwelijks heeft kunnen optreden tegen milieudelicten vanwege het ontbreken van de Milieuraamwet. Daar zal nu verandering in komen. Deze raamwet is derhalve heel belangrijk, willen we specifieke milieuproblemen als die van de petflessen, plastic, goudwinning middels kwik, kaalkap, economische activiteiten in beschermde gebieden voorkomen en adequaat aanpakken. Ik hoop dat het volk het belang van deze raamwet inziet en ik hoop dat we allemaal ook begrijpen dat deze raamwet als een kader dient om alle milieuproblemen zo goed als mogelijk aan te pakken. Deze raamwet is een aanzet. We hebben er lang op gewacht en we kunnen dit alleen maar toejuichen. We hopen ook dat deze raamwet zal fungeren als de ruggengraat voor aanpak van alle milieuproblemen. Het is de eerste stap, voorzitter. De eerste stap in een goede richting. En we juichen deze stap toe. Het geeft aan dat jarenlange inzet, onderhandelingen, discussies, vandaag de dag in de vorm van consensus zal worden goedgekeurd als onze milieuraamwet. NDP-parlementariër Naomi Samidin gisteren in het parlement. DNA heeft gisteren de behandeling van de wet voortgezet.